Ghana. One voice. Mira Ghana. One voice. Mira Ghana. One voice. In de zomer van 2013 reizen 15 Amsterdamse jongeren met verschillende culturele achtergronden naar Ghana. Hier doen ze vrijwilligerswerk met straatkinderen, weeskinderen en schoolkinderen. Ze ervaren het dagelijks leven in Ghana en verdiepen zich in hun gedeelde slavernijgeschiedenis. Volg Kate, Jordi en Sherelva tijdens deze unieke en ontroerende reis. Ik ben Sherelva Menig en ik ben 22 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. En ik heb me opgegeven voor de reis naar Ghana, omdat ik graag vrijwilligerswerk wil doen. Mijn ouders komen uit Suriname. In Ghana ga ik op zoek naar mijn roots en wil ik meer te weten komen over mijn geschiedenis. Het ging net flink uit de maat, dus ik moet nog wat oefenen. Oefening baart kunst. Dankjewel. Mijn naam is Jordi Smulders. Ik ga mee naar Ghana. Dat is mijn tweelingbroer. Aangenaam. Kom even een biertje openen. Wat een top feestje! Woe! Ze spelen heel anders voetbal dan wij doen eigenlijk. Het is veel fysieker en eigenlijk zonder spelregels bijna. Ik heb er geen andere gedachten naast van deze zijn straatjongens of zo. Iedereen spreekt de taal van het voetbal, zeker hier in Afrika. Ze gaat leven op straat is heel erg moeilijk. Moet je me doen, man. Nou, hoe doen we op jou bij vol? Kijk. Ze zegt waar zij slaapt bijvoorbeeld. Iemand kan je gewoon zo ontvoeren of verkrachten en zo. En dat vindt zij heel, zeg maar, eng en gevaarlijk. Dus ze is blij dat ze af en toe hier kan komen. Dat ze nog een beetje veilig voelt. Ik ben niet afgevallen. Ze zegt waar zij bijvoorbeeld slaapt, is zij blij dat als het regent, dat zij hier binnen is. Dat zij droog is. Want als het buiten is en het is nat, krijgt het koud en wordt ze ziek. Dat raakt me wel hoor. Dat je geen thuisbasis hebt. Dat je geen veilige omgeving in principe hebt. En dat ze er echt alleen voor staan. Ik ben Kate. Botchwe. Eigenlijk oorspronkelijk uit Ghana. Of nou ja, mijn vader dan. Mijn moeder is uit Nederland. Genieten van het feestje. Het is wel mijn dagelijkse bezigheid. Ik ga naar Ghana. Ik ben er nog nooit geweest. Ik ben wel bang dat het arme deel wat ik dan ga zien, dat dat wel mijn hart gaat breken. Omdat ik de wereld qua arm niet ken. Ik ga niet zien, maar ik ben niet. Ik ben niet. Mijn naam is Omo Pobi. We moeten alleen maar thuis schoonmaken,
dingen verkopen en zo aan het wal zijn. Ik zou wel graag naar school gaan. Ik zei dus vanuit het huis is ze weggelopen en op straat terechtgekomen. En is er een van die mensen die tegenkomen die zei van ja, we kunnen je wel helpen. En zij zijn maar vrijwillig zelf naar hier gekomen en ja, in dit huis beland. En ze is gekomen om zeg maar kapsteropleiding te volgen, zeg maar. Ja, zo is het. Ik zeg het is niet goed voor de kind, want vaak wordt de kind ook ziek omdat ze zelf de kind op straat ligt en zo. Dat vindt ze niet goed. En dat ze, het is wel blij dat ze het kind af en toe hier kan brengen, zodat ze hier een beetje hier kan rustig slapen en rust heeft hier zo. Maar buiten heeft ze dat niet. Dat gaat me wel aan mijn hart als je ziet dat zo'n klein poepje op straat leeft. Dat klopt niet. Het is gevaarlijk, het is ongezond. Het hoort niet. Het verbaast me hoe goed ze er eigenlijk uitzien. Ja, maar dat is hier gewoon erg. Your face is very smooth. And nice teeth. Het valt me echt op hoor. Ik had echt verwacht dat ze van die verrotte tanden zouden. Ja, maar dat bedoel ik. Ik heb het heel veel erger verwacht. Maar ze hebben het ook heel erg erg. Ja, dat is ze zo. Hebben het heel erg. Maar ze zien er niet zo uit. Echt mooi. Wat erg hoe zorgt hij eruit ziet. Ja. Maar dat komt ook door dit, hè, door Cas. Nou, ik vind het best wel heftig hoor. Het zijn allemaal straatkinderen en die kunnen dan hier terecht. Het is een opvang, maar eigenlijk is het ook nog eens een tijdelijke opvang. Want ze moeten in de avond gewoon weer terug de straat op. De straat ziet er nou niet echt op het top schoon uit en veilig. Dus ik vind het wel heftig om te zien, maar die kinderen zijn wel heel positief. Now you got a good shot, you click here. Yes? Hold it. Click. Nee, hold it on. Yes! We put it on Facebook. You have Facebook? Okay, take a look on the picture. Give you. Beautiful! When you push the button, you say action. Yeah? Action. My name is Matthew Ayate. I was in Carnation. I stay at Carnation. Nice. You make it yourself? Yes. With the. It's very nice. Ik heb niet dieper verhalen gevraagd of wat dan ook, of waarom we hier zitten. Gewoon echt puur van wat ben je nu aan het doen? Wil je een koekje? Do you want a cookie? Do you eat me today? Do you have food today? I have money. Huh? I have money to eat. Okay. Ze leven natuurlijk op de straat gewoon. En hier zijn ze om voor tijdelijke opvang en educatie. We hadden 8 tenuutjes meegenomen. I said the jerseys and the ball are for Cas. For the children to play soccer of football. Thank you very much. Yeah, really appreciate it. Yeah, of course. You're welcome. God, kijk niet de nieuws. We hebben het echt gewoon voor niks, niet voor niks speciaal. Dit is echt wel leuk. You like it, what you're wearing? It's nice on you. Very nice. Het is mooi om ze blij te maken met dingen die eigenlijk in Nederland weggegooid zouden worden. This one called Love Yourself. So how much you love yourself. This is you. Wow. Nice. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. Het grote verschil
verschil tussen Nederland en Ghana is de mensen, de cultuur, het weer, het eten, de bevolking, het doen en laten van mensen. Gewoon echt waar, alles. You got it. Met 2 vingers of 3? You got it. Ik vind de soep niet lekker, maar het biertje is wel goed. We zien eindelijk een supermarkt. Nou, in Nederland heb je de Albert Heijn, de Lidl, Dirk van den Broek, noem het maar op. En hier heb je ze niet echt. En toevallig kwamen we er eentje tegen en dachten, nou, waarom zullen we niet uitstappen en wat spullen kopen. Ik zit nu in de taxi onderweg naar mijn lieve omaatje. Zo zenuwachtig. Oma, hold on, coming your way. Ik weet niet of ze me gaat herkennen hoor. Maar als ik mijn naam zeg, hoort ze me wel te kennen, hoop ik. Ben je de oudste dochter? Ja, de oudste kleindochter. Adubia, want Adubia, ik dacht dat het een dag was, maar het betekent dus dat je de oudste dochter bent van je vader. Yes. Hij zei yes. Ja. Afternoon. How are you? Hi. Hi. How are you? I'm good. And you? I'm good. Thank you. You're welcome. Hi. Hello. I'm looking for my grandmother. Your grandmother? Yeah. She's right here. Really? What's your name? Kate. Kate. Malu Adubia Boche. Adubia Boche. There we go. Adubia. Adubia. Yes. Adubia. Free the people. Yes. Future people. Yeah. Hey. And you're my aunt? Yeah. Yeah. What's your name? Nelly. Nelly. Oh, fine. Hey, Adubia. Yeah. Hey. No one here. I don't know. No. Adubia Boche. Adubia Boche. This is their father. So this is my father. Yeah. This is Aunt Gifty. It's me. Welcome home. We love you. Thank we miss you. Welcome, welcome. Yeah, thank you. Yes. Welcome. Grandma's drinking. Of course. Yes. Het is allemaal even nieuw voor mij gewoon. Oh, echt. Dit is de achterzijde van mijn oma's slaapkamer. En dan kan ze gewoon zo doorlopen naar de winkel toe. Want ze hebben dus een eigen winkel. I need this. Muggenspray. Ja. De Boche family. Yeah. Yeah. Organized by Kate Boche. Oma, Adukwe. Yes, my dear. Adubia. 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 We zijn nu bij Fort Almina en hierin krijgen we nu een rondleiding over de geschiedenis en wat hier vroeger allemaal zich heeft afgespeeld. A voluntary job, but we also are discovering our roots. So beautiful, wonderful. Like he's from the Antilles, Curaçao. Who? Curaçao. Oh, Curaçao. Oh my gosh, and wonderful. Like, they are from Suriname and like different places, so it's interesting for them to see. Oh.
wonderful. The beginning, like. So you've all just, how did you get together? Because we live in Amsterdam, we all live in Amsterdam. Okay. And like, we had the interest to come to Ghana. This is our school. This is klein. Dit is voor de slaven. Even om laten voelen. Het is gemeen. Wow. Oh my god. Het is opgesloten. Today we call them freedom fighters. They were captured and brought here till dead. No food, no water. And the bodies were taken and thrown into the sea. Je ziet wat er is gebeurd. Het doet toch wel wat met je, omdat het toch echt heftig is. En we zijn natuurlijk hier door de slavernij. We hebben meer kansen gekregen, om het zo te zeggen, door de slavernij. Maar het is toch wel heftig. En deze governor came from Zeeland. En Zeeland is in Holland. The coastal line was termed as white man's grave. White man's grave. Because the Europeans were dying out of malaria. So because of malaria, they did not come with their wives. So at times, soldiers, merchants, governors sexually abused the females in the dungeons. So up there, at a balcony, for the governor, whenever the governor wanted to satisfy his pleasure, he stood there and ordered the soldiers to open the female slave dungeon. For the females come over, he said he'll be there and select one of his choice. And after selection, the selected one uses a private access to his bedroom. Zo is de wereld gaan mengen. Dat is mijn mening erover. Ik vind niet dat je altijd het negatieve gedeelte van moet zien en ze zijn slecht behandeld. Waarom moet je de hele dag daaraan vasthouden? Houd je niet daaraan vast, maar het is wel belangrijk dat je weet wat er is gebeurd. Ik weet dat het is gebeurd. Maar het is niet iets waar ik nu kwaad om kan worden of zo. And the door of no return. And the nature of the gate is not saying that fat men and women were not brought. They were brought. But long tortuous walk from the hinterland. If I say hinterland, northern Ghana, Nigeria, Togo, Burkina Faso, Ivory Coast, they walked to this place. And again, being held in the dungeons for 1 month, 2 months, 3 months. So no matter your fatness, you reduce weight to go through this door. Vanuit hier gingen de slaven dan verder met de schepen. En het is echt maar het eindstation. En ja, waren ze gewoon compleet overgeleverd aan de slavenhandelaren. En het is best wel heftig om het allemaal te horen. Want, ja, je wordt er best wel stil van, omdat je gewoon weet hoeveel bloed hier heeft gevloeid. En suffer en ja, pijn. Mensen hebben geleden. Dit steel building, we denken vooruit. En we werken om sterker te worden. Sterker mannen te worden. In de toekomst. Zodat we zulke dingen in de toekomst kunnen voorkomen. Dus we trainen onze body, mind en soul. Ik begin wel te beseffen van ja, maar het is wel nog steeds aan de gang. En dus die mentaliteit is nog steeds niet weg van ik ga mijn mensen vrijheid geven. En dat gebeurt politiek gezegd ook tussen onze politieke leiders. Wij zijn nu hier met een doel, we gaan dingen zien en we zijn hier geweest en we hebben dit gevoeld. En 2 weken later zijn we terug in Nederland en lopen we gewoon weer achter de feiten aan. We zijn nu in Cape Coast Castle bij Panafest. Het duurt een aantal dagen. Er komen allerlei verschillende mensen bij elkaar uit Afrika om hun voorouders te herdenken. Dit is het. Where the females were kept. Yeah, danger. Yeah. This is for space. This is where they get fresh air. Fresh air. Fresh air. The only window here, very small. This is where they urinate. When they urinate, it passes through here and get out. It was very stinky here. Yeah, I can imagine that. Je voelt het ook wel echt. Gewoon, er heerst een bepaalde sfeer, een soort van spanning ook. Omdat je hoort wat er is gebeurd en je kan je gewoon niet voorstellen dat het zich allemaal heeft afgespeeld. When the governor comes and you are not beautiful, then you be a lucky person. He takes you away and have sex with you.
But unfortunately, if you are not beautiful, you are normally kept here. So you'll be a lucky person. Wow. Dat is wat je geluk noemt. Being here and you go to the governor room, governor bed. They'll clean you, they'll treat you very good. And then you must come back when you... Oh, once you not come back, you'll be with him. You're free then. You'll be free there. Ik zou voor geen goud hier alleen durven te lopen of zo. Of in de avond alleen hier willen blijven. Want ik krijg gewoon de kriebels van. Het klinkt heel ritmisch. Alleen mis ik wel wat danseressen. Here we are with the Ark of Emancipation. All the chains have been broken to signify our freedom from what? Slavery. Let's go. Okay. Welcome, Chester. Bobby, sir. What's going on here? Hierachter. Is dus de river, de Slave River. Hier werden ze dus gebaden, hun laatste bad, omdat ze er dan frisser uitzien. En ja, zodat ze beter uitzien om verkocht te worden. Dan zie je verder dat ze gebrandmerkt ook werden. Ze werden ook geslagen en geschopt. Take a nursing mother, nursing a baby. And if they get to know that that mother is very strong enough, very energetic, and that mother can attract more price. All they have to do is to smash the head of the baby by the huge trees that they have around in order to pave way for the mother to continue the journey. This is the original route whereby those ancestors who qualified to be auctioned out after taking their last bite from the slave river, they were led through this route, ready to be auctioned out, Cape Coast Castle and the Elena Castle. In view of that, any time that we walk on this route, we say we are doing ancestral hot walking. Dansen, muziek, iedereen naar ons kijken. Het lijkt gewoon een Ghanese kwakkel. Geweldig. Ja, je voelt je eigenlijk wel een celebrity, want als je daar aankomt, dan is het meteen hi en dan willen ze je aanraken, voelen. Ik was even aan het filmen en ik werd aan alle kanten getrokken, want ze wouden allemaal voelen. Want ik heb een blanke huid, dus zeiden ze, wauw, is het echt waar? Want het is wel een hele grote school met zoveel kinderen. En we kwamen al en toen kwamen ze om ons heen staan en helemaal juichen. Dood in de klasse waar wij met de kinderen activiteiten gaan doen en we zijn dus nu aan het wachten op de meester. Ik wil ook niet zeggen dat het Ghanese tijd is, maar het gaat wel wat losser. Het maakt niet zoveel uit als het een kwartier uitloopt of 10 minuutjes. Het gaat allemaal wel, gewoon het komt wel en ja, als het is hoe het is eigenlijk. Je neemt hoe het is, want in Nederland leef je met de tijd. En hier denk ik helemaal niet van hoe laat is het en kan ik gewoon lekker ontspannen en gewoon gaan met de flow, met het ritme van hier. If I say Mira Ghana, we say one voice. Mira Ghana. One voice. Mira Ghana. One voice. The meaning of Mira Ghana is look at Ghana. Yes, really good. And then you step back, you come back. And then the performer is here. Now and then on Togo. Now and then Rada. Sorry. Wow.
Kom maar. Doe het again. Future goal. Ik heb ze catwalk training gegeven en nou, ze waren eerst een beetje schuw, een beetje afwachtend en naarmate het wat langer duurde gingen ze helemaal los. Ik zei ook van nou, wees gewoon jezelf, niet onzeker zijn en laat je vrouwelijke vormen zien en ga gewoon, doe het gewoon. En toen deden ze het ook met enthousiasme. Als je ze ziet dansen, denk je echt van, nou, dan voel je je echt een stijve hark. Terwijl ik zelf een danseres ben, maar die moves die ze maken, ik probeer na te doen, maar die feeling heb ik gewoon niet. Maar het is super leuk om gewoon met ze te dansen en lol te maken. Dus Assunto is zeker wel een uitdaging voor mij om te leren. Sunday we went to church and the lady in church was talking about that when you're dancing Assunto and you point down with your arm. And then point up is one of the passes you do when you do Assunto. That you are pointing the devil and saying that he's higher than the Lord. I think that Assunto is not good because they say that Assunto is from a priest called Azanta. When we came here, you didn't know how hard Kate is trying to learn Assunto. The dance is not something that it's not something that is with the Christian religion. See it as entertainment and joyful because Assunto brings a lot of people together. When you dance, you are dancing just for fun. But I don't think it's true about that. Assunto, when you are dancing, you point your hands on it. Now you are saying the devil is higher than the God. We as like European Africans, we see it as something good because like in Europe, Africans, they still look down on us. But we had like the Assunto thing and everything changed. They like to be Ghanaians, they love Africa and it's starting to change. So that's why we embrace it. Vrijwilligers langs geweest. Ze hebben onder andere ervoor gezorgd dat deze prachtige bibliotheek is gebouwd. De volunteer hoekje, Maya. Helaas hebben ze nog geen computers, dus wie is de volgende vrijwilliger, een van jullie? Het veld is moeilijk bespeelbaar. Maar ja, het is wel leuk om hier te voetballen. Er zitten allemaal hobbels in en kuilen. Dus het gaat niet echt heel goed. Thank you.
fijn dat is. Waar maakt ze uit? What's the building, the name of the building? OSEP Disability Training Center. OSEP Disability Training Center. So we are at OSEP Disability Training Center. It's an ongoing project. We built this place to have physically challenged people trained on electronics, leatherworks, and also woodworks. We have this aim through me and a volunteer called Mira Wemadem. So we go to the villages and we saw that some of the disabled people have been hiding. They keep them in their room, they don't let them come out. They thought it's a taboo to have such children. So we start paying their school fees for those who want to go to school. I wouldn't get a token to help them. Inzamelen. Je weet wel waar het terechtkomt. Dat wel, ja, zeker. Komt wel voor iets moois terecht. Ja, oké. Okay. Ja, toch? Ja, dat is wel. Je weet wel waar het terechtkomt. We zijn nu in de straat waar we straks bij gehandicapten langs gaan. Oftewel mensen die arbeidsongeschikt zijn. En daar gaan we kijken in wat voor leefomstandigheden ze leven. En welke instrumenten ze gebruiken om dagelijks door het leven te komen. Dit is dus de tricycle die ze hebben gekregen van OSEP. Van mensen, ja, zeg maar gewoon... Ja, voor kunnen bewegen hier zo door de straten van Assinfosso. En het is voor hun heel moeilijk om hun handen te lopen. En het kost ze gewoon veel te veel kracht. Dus ze hebben speciaal voor hun dus driewielers gemaakt. I not speak bad English. Chi. Oké. Met de kwasierintje. Die meneer die is heel erg sportsfan. En ondanks zijn handicap gaat hij nog regelmatig naar voetbalwedstrijden als supporter. Jordi en ik die voetballen beide een hele tijd en ik denk dat we erg gefascineerd zijn door zijn verhaal. En we hebben een heleboel shirtjes mee en dat is de reden waarom we een paar shirtjes doneren aan deze meneer. I try my best so that I can get better job to do in the future. So my dad and my mom helped me. So I finished senior high school. I'm waiting for my results so that I become somebody in future. I don't want to sit down at the roadside and beg other people for money. Ja, ging me echt een brok in mijn keel om dat te zien. En is wel goed dat hij gewoon goed studeert en dat hij gewoon zijn ding doet en hij weet wat hij wil. Maar dat doet me wel, toch wel gewoon pijn, diep van binnen. En dan vraag je je soms echt af hoe goed moeten mensen het hebben om te stoppen met klagen of, weet je, of dus dat is wel... Ja, wel moeilijk. Ik weet alleen niet wat daar is. Dus ik vraag me af wie hier woont. Want op zich, als hier ook mensen wonen die ziek zijn, dan ja, hoe kom je hier eigenlijk? Want ik gleed net zelf al bijna uit. My name is Prince. Your age? How old are you? 10 years old. Dit is volgens mij gewoon een ziekte is die in Nederland gewoon te behandelen is. In principe vanaf baby's af aan. Dan kunnen ze spalkjes volgens mij zetten en dan groeit het recht en niet zo heel scheef. Wel scheef, maar niet zo heel scheef. Dat ze gewoon nog kunnen lopen. What do you want to be? That's your first holiday. Bank manager. Wow. Okay. You pretty girl. You're a beautiful face. I'm the guy, man. Even lopen te klagen. Ze heeft geen moer, ze kan amper lopen. Ze kan amper lopen. Ze moet verzorgd worden door mensen. Iemand die eens haar familie is, moet dat verzorgen. Het is hier echt pikkeldonker. En al die invalide mensen die moeten hier over de weg heen lopen. Terwijl het gewoon allemaal kuilen en gewoon slecht wegdek. En ze moeten hier toch lopen zonder licht en al. Dus op zich vind ik dat ook al echt vervelend om te zien. En deze meneer die is ook lichamelijk beperkt. En wat hij ermee doet is dat hij
heel, heel handig is. En daardoor repareert hij mobiele telefoons en maakt hij onder andere versterkers. En hij wilde ons de versterker heel graag demonstreren, maar omdat we hier geen elektriciteit hebben, is dat helaas niet gelukt. Maar deze man is dus een voorbeeld van iemand die er op een positieve manier mee omgaat. Dus ondanks zijn beperking dat hij dan toch wat doet waar hij niet beperkt is. En dat is dan repareren, want met zijn handen kan hij nog wel wat. He can now on his own rent a room. So you see how he can be, if given the push. Wat een beleving. Niet normaal. Hele grote markt. Op het begin denk je leuk. Dan loop je al wat verder. Begint het een beetje raar te ruiken. De kraampjes staan steeds dichterbij. En uiteindelijk ben je verdwaald. Obaye en de list gingen dus voor ons vertalen dat we hoeren waren. En we er niet uitzagen. Dat we weg moesten gaan. Vieze blanken. En drama. Echt drama. Niemand wou ons helpen, niemand wou tegen ons praten. Gewoon horror eigenlijk. Ik heb een leuke stofje gekocht. Zwaar opgelicht, maar ja, ik heb dan wel wat. En we hebben uiteindelijk Balla gebeld. En na de 10e persoon wou iemand de telefoon aannemen om uit te leggen waar we waren. En toen heeft Balla ons gelukkig opgehaald. Grootste markt van West-Afrika. Top. Nooit meer doen. Nee, nee, nee. Wat een ervaring. Wauw. Me. I am the sanctuary. Yes. Are you coming, Kay? You my God. Oh my God. Het was een geweldige show, geweldige presentatie, gewoon entertainment, anderhalf uur lang. Ze heet Morningstar. Ze doen verschillende stijlen, Afrikaanse stijlen. Later mochten we ook meedoen en een beetje proeven van de dans, van de sfeer. Ik zweet en als je gezweet hebt, dan weet je van, je hebt echt goed gedaan. We zijn de muren van het weeshuis aan het schilderen. En later moeten ook nog de randjes onder het dak afgewerkt worden van de huisjes hier. En de slootjes moeten vervangen worden. En
En dan ziet er allemaal wat beter uit hier zo. De mensen hier hebben geluk dat wij hier zijn gekomen met zoveel dat ze konden helpen. Sowieso toen ik er naartoe ging, had ik al zoiets van wow, ik ben in Ghana. En eigenlijk had ik hetzelfde toen ik weer terug was in Nederland, had ik weer zoiets van wow, ik ben weer terug in Nederland. Na de 3 weken in Ghana ben geweest en heb gezien waar de mensen mee moeten leven, heb ik nu extra waardering voor wat ik heb in Nederland. Zeg maar vaste woning, genoeg eten, genoeg geld om mee rond te komen. En dat is ja, toch wel het probleem wat er in Ghana speelt, in heel veel families. Het is best wel pittig man, in de zon. Top! Top hè? Ja. Ik laat jullie niet alleen hoor jongens. Kan ook wel wat. Wat me meeste opviel toen ik terugkwam was hoe schoon het hier in Nederland is. En hoe gesloten de mensen zijn. Want in Ghana kan je met iedereen een praatje maken. En iedereen is ook oprecht geïnteresseerd in jou. Maar in Nederland is iedereen toch best wel gesloten. En met hun eigen omgeving bezig. En nu is het wel dat ik de kleine dingen meer waardeer. Het zijn dingen zoals stromend water. En dat je gewoon de wc kan doorspoelen wanneer je wil. Maar ook dat je gewoon het echt goed hebt in Nederland. En dat alles in principe wordt geregeld. En in Ghana is dat gewoon niet zo. Want als je er echt alleen voor staat, dan sta je er dus letterlijk alleen voor. Met geen geld, maar ook met geen dak boven je hoofd en wat dan ook. Okay. Beatrice. Het maakt niet uit wat je doet, al is het iets kleins. Gewoon knuffelt en leuk met ze speelt. Dat ze dat al waarderen. En dat maakt mij ook heel erg blij, zeg maar. Dat geeft me heel veel voldoening om te zien dat een kind glimlacht als jij ze iets geeft. En gewoon een knuffel geeft en iets met ze doet, iets met ze onderneemt. Dat je ze waardeert om hoe ze zijn. Ghana heeft mijn leven wat completer gemaakt. In de zin dat ik mijn roots heb leren kennen. Ik ben ook veel zelfbewuster geworden in wat ik doe in het leven. Ik denk er meer bij na als ik iets onderneem. Ik waardeer alles veel meer. En maak me echt niet meer druk om de kleine dingen. En ik vind het eigenlijk verspilde energie. En dat mensen het, in Afrika of Ghana het misschien financieel minder hebben, wil niet zeggen dat ze minder gelukkig zijn. Ik heb heel veel van de kindjes geleerd, want ze waren allemaal stuk voor zich. Op hun eigen manier waren ze intelligent. Ik heb wel gezien dat ze qua cultuur en gezelligheid zonder materiaal echt 10 keer gezelliger zijn dan in Nederland. De wereld is voor mij 1 mysterie. Het enige wat ik weet is dat het niet eerlijk is. En dat mensen wat meer voor elkaar moeten doen. Gewoon gelukkig zijn met jezelf. Of met iets heel kleins. En dat is het belangrijkste wat ik deze reis heb geleerd. Geld is niet alles.